e-matching.nl. Durft u het aan? NPO Radio 1. NTR. 1 op straat. Met Marianne van den Anker. Welkom bij 1 op straat met het rauwe nieuws, ongecensureerd en natuurlijk met de betrokkenen zelf. Minderjarige meisjes die zich aanbieden voor groepseks. In Capelle aan de IJssel lijkt het de normaalste zaak van de wereld. In 2 jaar tijd zijn er 2 incidenten geweest met voornamelijk jongeren uit de Antilliaanse hoek die seks hadden met 1 meisje. Goed, daar gaan we zo direct verder over praten. Maar eerst gaan we naar het stadion De Galgenwaard in Utrecht. Waar de nummer 12 van de Eredivisie FC Utrecht speelt tegen NAC uit Breda. De nummer 17. We horen de voetbalgeluiden op de achtergrond. Ragnar Niemeyer, hoeveel staat het? Het staat 0-0 en ik kan inderdaad niet ontkennen dat het sfeervol is op de vrijdagavond. Het staat 0-0 na ruim 3 minuten spelen in De Galgenwaard. Gekke cijfers als je kijkt naar het verleden van FC Utrecht. 23 keer werd er gespeeld op de vrijdagavond en er werd nooit verloren. Niet alles werd gewonnen, wat gelijke spelen, maar dat is toch opmerkelijk. De nummer 12 die misschien nog 8e kan worden als alles mee zit. Dan moet PEC Zwolle de beker winnen en dan zou dat een play-off plek om Europees voetbal kunnen opleveren. Terwijl NAC de bal bij Utrecht over de achterlijn loopt. En voor NAC zijn de belangen een stuk evidenter en groter. Omdat NAC 17e staat en bij een overwinning naar een veilige plek zou klimmen. Vorige week die overwinning op de Go Ahead Eagles. Dat gaf de burger in Breda heel veel moed. En Utrecht vorige week weliswaar puntenverlies geleden. Nederlaag tegen Cambuur. Toch zit de ploeg van Robbie Alf in een goede fase. Het staat 0-0 in Utrecht. En we hebben 1 schotje gezien van Tiga Duini. Vorige week bij NAC de matchwinner. Maar staat nu dus op, zoals gezegd, 0-0. Dankjewel, Ragnar Niemeyer. En vanuit een sfeervol stadion in De Galgenwaard naar een sfeervolle studio hier in Capelle aan de IJssel, waar we ook voor de bus, nou ja, wat is het met onze bus, voor het stadhuis staan en tegelijkertijd ook voor de Koperwiek, het oord waar ook wordt geshopt, hè, op vrijdagavond hier. Wij zijn open. Ja, hartstikke goed. Ja, maar we gaan het hebben in deze bus over groepseks onder tieners en met name over de seksuele moraal. Niet alleen de Capelse stadsmarinier trekt aan de bel, maar ook de gemeente maakt zich zorgen. Middels hip-hop workshops in de achterstandswijk De Hoven willen ze de Antilliaanse jongeren respectvolle seks bijbrengen. Maar ja, hip-hop barst natuurlijk zelf ook van de seksuele grootspraak. Vrouwen worden er soms als gebruiksvoorwerpen beschouwd. Hoe meer briezersletjes je als man pakt, hoe beter het is. Anderzijds, hoe kom je anders in contact met de jongeren? En luisteren jongen eigenlijk nog wel naar de goed bedoelde seksuele voorlichting op scholen of van ouders? Helpt het ook om overheidscampagnes in te zetten? Is het misschien zo dat de gemiddelde leefwereld van de leraar en degenen die nu opgroeien een tikkeltje te ver uit elkaar liggen? Hoe kijken jongeren eigenlijk naar seks? En met name die rap waar zoveel over te doen is geweest, met ook nog 1 jongen die verdacht was van een van de incidenten waar jonge meisjes bij betrokken zijn geweest. Genoeg dus over om te praten. En onze verslaggevers hebben dat vandaag al gedaan. Tjade Michels en Marek Veurtjes, die zijn in Capelle op pad gegaan. Kijk, als ze hier zwart willen maken, moeten ze dat zelf doen. Het is hier gebeurd, ja, pech. Het kon ook ergens anders gebeuren. Jongens en meisjes gaan sneller puberen. Kijk, vooral jonge meisjes. Kijk, ik ben zelf iemand, ik ben niet van dat social media met Instagram en Twitter en al die onzin, Snapchat. Kijk, zo iemand ben ik niet. Maar als je als meisje zijnde zulke dingen hebt op zo'n jonge leeftijd, dan vind ik er dat je er zelf om vraagt. Kijk, ze hebben die dingen. Dat je de aandacht op jezelf vestigt. Ja, je zoekt die aandacht toch. En je zoekt die aandacht. Dadelijk, je komt in contact met een jongen. Je denkt van, is goed, de jongen is vertrouwbaar. Stuurt foto's. Ja, stuurt foto's, dit en dat. Daarna gaan jullie met elkaar chillen. Komen de andere jongens bij. Ja, op een gegeven moment heb je geen keus of kies je er zelf voor om het te doen. Je wilt alles 1 keer meemaken, dus ja.
Nou, klinkt niet echt heel erg best. Nou is het ook nog zo dat Tjade Michels en Marek Vuurtjes bij Caps Lock wat meningen wilden gaan ophalen. Want ze dachten, daar zitten die jongeren. Daar wordt dan straks ook dat hippo-project gedaan. En toen bleek dat ze niet binnen konden komen. Nou, dat kan allemaal prima als je dat netjes vraagt en men zegt nee, liever niet. Maar toen zijn twee vrijwilligers van Caps Lock achter hen aangegaan. En die hebben ook wat vrienden opgetrommeld. En onze verslaggevers voelden zich in ieder geval zeer bedreigd. Hebben zelfs de politie gebeld. Even een korte reactie van de politiek. Ans Hartnagel, wethouder hier in Capelle. Ja, ik ben wethouder jeugd en wethouder veiligheid. En in dat kader bied ik mijn excuses aan. Want ik, zo mogen verslaggevers, zo mag de media nooit behandeld worden. Ik kan me wel voorstellen, en dat is misschien een zwak excuus, maar het is wel een excuus, dat de afgelopen dagen, sinds vorige week vrijdag eigenlijk, heeft met name de jongeren, of die buurt, heeft een heleboel nadigheid over zich heen gekregen. En het vertrouwen wat ze hadden in ons is in ieder geval verdwenen door het putje. Ja, het is dat zou een oorzaak kunnen zijn. Ze zijn wel erg neergezet. En dat valt natuurlijk ook niet altijd mee als je geen weerwoord kunt geven. Ja, juist in een wijk die ook de afgelopen periode juist weer is opgekrabbeld en door zijn dieptepunt heen lijkt te zijn. Ja, want het was niet wat wij noemen een achterstandsbuurt, maar wij noemen dat kwetsbare buurten. Ja. En wij proberen iets aan die kwetsbaarheid te doen. Michiel Gauws van de ChristenUnie. Jij zei net ook al voor de uitzending toen we het erover hadden, nou, het zou ook wel eens te maken kunnen hebben met de media-aandacht. Ja. Ja, sommige media is wat minder subtiel dan jullie journalisten. Als Pauw Nieuws op pad gaat, wat ze hebben gedaan. Ja, ik kan me voorstellen dat dat weerstand oproept. Maar Capelle is gewoon een stad waar je een mening vrij moet kunnen vertellen. En als jullie journalisten bij Caps Lock aanbellen. Ik kan me voorstellen dat je dan geen opname maakt. Maar ze moeten gewoon met jongeren kunnen spreken. Het is een vrij land. Dat is Capelle. Nou, genoeg daarover. Excuses aanvaard. Zeer veel dank, mevrouw Hartnagel, ook daarvoor. Dat zullen onze verslaggevers ook weer fijn vinden. Maar goed, wat we hoorden op de opnames was, ja, die jongens, die meiden vragen er eigenlijk zelf om. En lijkt het toch een beetje alsof de moraal, om maar met name Antilliaanse jongeren, een beetje aan het dalen is. Of misschien was dat altijd al zo en valt het nu sterker op. We hebben in onze bus Hedy. Je bent 22 inmiddels alweer. Klopt. Van Antilliaanse afkomst? Ja, van St. Martin. Ja, en valt nog een beetje in de categorie tienermoeder? Jawel. Ja. Hoe oud was je toen je kindje kreeg? 19. We hebben hem net al kunnen zien, hè? Jemani, even op de foto's. Knap baasje. Dank je wel. Zorg je er alleen voor? Het begint wel. Alleen, maar nu niet meer. Nu is de vader ook bij, gelukkig. Eindelijk. Ja, fijn. Ja. En ik heb ook steun van mijn moeder en mijn zus ook. Ze helpen me heel veel. Want alleen kan je het echt niet doen, geloof mij. Alleen is heel zwaar. Genoeg ondersteuning in ieder geval voor jou. Klopt. Heb je ook uitgenodigd hier in de bus om mee te praten? En eerst vraag ik maar eens aan jou. Schrik jij ervan als jij hoort dat meisjes en jongens op zulke jonge leeftijd al seks met elkaar hebben, dan ook nog met z'n allen? Jawel, jawel, heel veel. Want ze weten niet wat kan komen. Ze weten echt niet wat kan gebeuren. Ze denken, ja, weet je, seks hebben, oh wat leuk, kom we gaan samen. Nee, maar je weet niet wat kan gebeuren. Je denkt alleen, ja, je vriend doen, ga ik ook doen. Maar hoe oud was jij toen jij voor het eerst seks had? Dat wil ik liever niet zeggen. Nou, vertel. Nou, meisjes, vriendinnen van jou dan? Oké, vrienden van mij dat ik ken. 13. 13. Ja. Is dat normaal? Is dat een beetje gebruik? Ik denk van niet. Mijn mening, ik denk echt van niet. Want okay, je moet echt wachten. En ik denk, ja, ik ben jong. En ja, ik mag zeggen wat ik wil. Je weet niet hoe ik mijn leven is. Zo denken jongeren nu echt. Je bent jong en ik wil gewoon leven. Maar je hebt nog zoveel. Zoveel voor jou. Wat gebeurt als je een ziekte krijgt? Wat gebeurt als je zwanger wordt? Wat dan? Je bent nog jong. En een kind krijgen is leuk en aardig, maar is heel, heel veel werk. Je zou wel een goeie zijn om de straat op te sturen als voorlichter. Want je zou het goede verhaal kunnen vertellen. Klopt. Weet je, ik heb geen spijt aan mijn kind, maar het was heel, heel zwaar. Hmm. En als ik anders moet ik doen, zou ik echt wachten. Want nu mijn hele toekomst is gewoon weg. Wat ik wilde eigenlijk gaan doen, kan ik niet meer doen. Wat wilde je eigenlijk gaan doen? Vertel. Ik wilde stewardess worden. En ja, hoe kan ik weg van mijn kind zijn? Dat kan ik niet doen. Ik heb zelf gekozen mijn kind te hebben en ik moest zelf voor mijn kind zorgen. Zo denk ik over. Maar goed, nu is de papa weer aan boord. Klopt, maar moderne ja, jonge vrouw, afspraken maken.
maken? Nog steeds. Weet je, moeder komt altijd eerst. Papa zijn er wel. Papa kan iedereen zijn, zegt mijn moeder altijd tegen mij. Een vader kunt iedereen een vader zijn voor je kind. Maar moeder is alleen maar één. Nou, zeg jij, Hedy, van nou, het was eigenlijk wel best wel jong. Je wilde zelf niet vertellen hoe jong jij was toen je seks had voor het eerst. Waar we het ook over hebben, is die seksuele moraal onder jongeren. En wat hier in Capelle gebeurt, ze gebruiken nu een beetje als voorbeeld van wat er in de rest van het land nog meer speelt. En met name ook eigenlijk breder in Rotterdam. Deze regio staat er echt wel onbekend. Veel Antilliaanse tienermoeders. En dat ook best wel vaak incidenten. Ik weet het zelf nog als wethouder in Rotterdam voor veiligheid. In een garagebox. Ook met z'n achter eroverheen. Is het vrijwillig wat die meisjes doen? Niet altijd. Eerlijk gezegd niet altijd. Ze worden gedrongen door vrienden, door jongens. En dan hebben ze ook geen keus. Praat ze daar dan over? Nee, dat is het probleem. Ze praten niet over. Ze praten niet met zijn ouders. Ze praten alleen met vrienden. En vrienden gaan je niet altijd helpen. Vrienden wil je altijd dringen om dingen te doen, om leuk te zijn. Weet je, kom, doe het gewoon, het is leuk. Maar vrienden ga je op het eind, vrienden ga je niet helpen. Dus je wordt eigenlijk een beetje overgehaald. Klopt. En dan heb je ook nog het probleem op 13-jarige leeftijd en misschien ook iets ouder, dat je dan kennelijk niet weet dat je er ziek van kan worden. Chlamydia, andere seksuele aandoeningen. En dan sta je alleen. En dat je zwanger kan raken. Klopt. Maar dit is toch wel oelewapperig gedrag, man. Come on. Als je 13 bent, weet je dat toch wel? Het is wel zo. Seksen is een kans op een kind. Je bent al ongesteld geworden, dan weet je dat toch? Wordt dat dan thuis niet over gesproken? Het wordt misschien wel over gesproken, maar ze luisteren niet. Jongeren gaan niet naar zijn ouders luisteren of naar leraar luisteren. Ze gaan naar jongere mensen luisteren. Dus het moet, ja, het is echt zo. Hey, is die groepsdruk zo groot dat je er ook uitlicht als je niet meedoet aan die groepseks? Hoor je dan, ben je dan geen part of the gang, van de gangbang? Dat moet je echt niet luisteren. Het is gewoon onzin. Nee, dat zeg jij nu, maar licht je eruit. Als je niet meedoet met dat groepsproces, ben je dan een loser? Nee, je bent geen loser. Je bent juist iemand dat echt voor jezelf opstaat. Dan denk je zo van, dat moet ik niet doen. Waarom? Wat ga je mee bereiken? Helemaal niks. Dat is wat jij nu zegt, maar jij hebt het ook gedaan. Nou, ik heb geen groepsdags gehad met niemand. Dus. Oké, maar wel op jonge leeftijd. Nee, dat is waar. Dus ik kan bijna suggereren als jij het ook met de halve wereld had gedaan. Klopt. Maar goed, dat is iets wat nu speelt. Ans Hartnagel, u hoorde haar net al eventjes. Wethouder hier in Capelle, verantwoordelijk voor jeugd en veiligheid. En voor deze krachtwijken, waar onder andere dat incident dan van vorige week vrijdag natuurlijk dik in de media is gekomen. Maakt zich zorgen over de moraal onder met name deze Antilliaanse jongeren? Ja, zorgen in die vorm dat de seksuele ontwikkeling is op die leeftijd. Dat je gaat ontdekken, dat is logisch. Maar dat je dat met z'n allen tegelijk doet op zo'n manier, daar schrik ik van. Ik kan mij niet voorstellen dat je als je 13 bent kunt overzien waar je mee bezig bent. En dan word je een jaar of 17 en dan kom je de liefde van je leven tegen. Misschien, hè, of wat later. En dan heb je al zoveel meegemaakt op een hele andere manier. En het is of je heel vaak bij McDonald's hebt gegeten en als je dan naar een sterrenrestaurant gaat, dan is eigenlijk je smaak bedorven. Mm. En dat lijkt me zo jammer. Nou zei uw stadsmarinier dat deze jongeren echt ontspoord zijn als het gaat over hun seksuele moraal. Deelt u die mening? Nee, het is neergezet dat hij die woorden zou hebben gebruikt. Hij maakt zich zorgen omdat hij midden in die wijk zit. Hij zit echt in die haarvaten. En hij heeft ook op YouTube filmpjes gezien waar hij zich zorgen over maakt. Hij noemt dat vrij vertaald vleeskeuringen. Dat meisjes nou niet alleen in leuke topjes of pittige kleding zitten, maar minder dan dat. En daar maakt hij zich zorgen over. En u ook, neem ik aan, want u bent verantwoordelijk voor het opgroeien van deze kinderen. En vandaar dat wij iets bedacht hadden. Wat misschien niet nieuw is, maar waar wij zeker de 10, 11-jarigen al mee willen gaan bereiken. Omdat we dan denken van, als er wat ouderen kunnen vertellen van, joh, doe het nou niet, want dan krijg je later spijt van, dat we ze nog een beetje kunnen redden als ze 13 zijn. Maar kunnen redden met een hip-hop project. 10 woensdagmiddag een beetje dansen en rappen met iemand die dan ook nog, dat was wel heel ongelukkig. Ja, dat is heel ongelukkig. Ja. Legt ze even uit wat de situatie was. Er is 2 jaar geleden is er inderdaad een groep seks geweest met 13-jarigen. 1 meisje, 7 jongens. En deze jongens die zijn eind vorig jaar zijn ze vrijgesproken. En het is inmiddels al 2 jaar, hè, dus we zijn 15. Maar wat bleek, een van de jongens die wij dachten van dat zou, of de stadsmarinier dacht, dat zou een mooie voortrekker van dit project lekker kunnen rolmodel. Zijn. Lekker rolmodel. Een lekker rolmodel. Dit blijkt nog een hoger beroep aangespannen te zijn.
door het OM. En dat is iets wat we niet wisten. En ik denk ook dat als we dan zo'n jongen neer zouden zetten... en misschien wordt hij hartstikke vrijgesproken over anderhalf jaar... als dat hoge beroep is gaat spelen. Maar u hebt in ieder geval nu gezegd als wethouder... bedankt voor de eer, verkeerde voorbeeld, dat gaan we niet doen. Maar dat wil niet zeggen dat deze jongen niet meer buiten mag... want voorlopig is hij nog vrijgesproken. Oké, en voorlopig wilt u ook doorgaan met dat hiphop project? Absoluut, zeker weten. Kost 10.000 euro. Daar gaan we zo direct nog even over verder spreken. Uiteraard. We hebben in de bus ook Claire Romein. Een hele lange stichting Antilliaans en Arubaans Beraad in Capelle. En u bent ook werkzaam als docent op een ROC. Dus u kent de Antilliaanse gemeenschap goed. En u kent ook als docent de Pappenheimers. Herkent u het beeld dat jongeren al zo vroeg met seks bezig zijn? En misschien ook over grenzen heen gaan waarvan wij echt als maatschappij zeggen... nou, dacht het niet. Nou, ik herken het en ik zeg, het is niet iets van nu. Het is iets al dat ik meer dan 20 jaar meemaak hier in Nederland. Al vanaf de middelbare school. Toen mijn kinderen op de middelbare school zaten... toen was het not done om maagd te blijven. Je moest en je zou ontmaagd worden. Hoe oud was u, mevrouw Romein, toen u voor het eerst seks had? Ik was, even nadenken hoor, 17. Oké, valt nog mee. Maar uw vriendinnen, waren die er jonger bij? Mijn vriendinnen, ik denk het niet. Allemaal zo'n beetje rond de 70. Toen ik opgroeide op Curaçao, en op Curaçao is het moraal heel verschillend van hier. Op Curaçao zijn wij gelovig. We zijn Rooms-Katholiek en het was zonde om seks te hebben voor het huwelijk. Ja, want dan verspil je maagdelijkheid. Dat is weer iets heel anders. Maar u zegt maar hier in van, Nederland, toen ik in Nederland lang. Kwam wonen... toen gingen mijn kinderen naar middelbare school. En toen was het al zo van dat je er niet bij hoorde als je maagd was. Tegelijkertijd, mevrouw Romein, kunt u zeggen... nou ja, het is niks nieuws en het is nu toevallig een incident. Het is niks nieuws, het gebeurt al jaren. Ja. Maar de maatschappij maakt zich er zorgen over. Politiek maakt zich er zorgen over. Ik maak me er ook zorgen over, want ik heb kleinkinderen. Ik heb een kleindochter van 11 en eentje van 13. En ik maak me zorgen over, omdat mijn kleinkinderen... tussen die jongeren naar school moeten... En beïnvloed worden, zoals Hedy dat ook zegt. Hedy dat ook zei, door de groep jongeren om hun heen. Ja, ze willen erbij horen. Dus wat Hedy zei, dat wordt bijna dwang. En hoe gaan uw eigen kinderen nu als oma er dan mee om? Dit is precies de lastige categorie. Meisjes van 11 en 13, hartstikke kwetsbaar. Ja. Vleeskeuringen, foto's laten maken, je laten verleiden... om toch met één of twee of meerdere jongens seks te hebben. Ja. Hoe bereidt u hen voor om dat niet te doen? Nou, in ieder geval normen en waarden bijbrengen. Dus ik neem ze mee naar de kerk. En ik probeer ze ook uit te leggen dat hun lichaam een tempel is. Ja, dus en wat ook heel erg belangrijk is... dat je ook precies weet waar ze mee bezig zijn... Dus vooral op social media. En legt u ze ook uit dat je van seks kinderen kunt krijgen... en eventueel seksuele overdraagbare ziektes? Ik denk dat hun moeder dat doet. Oké, ik zou het morgen even checken. Want Hedy gaf aan dat dat niet altijd duidelijk is overgekomen. Misschien moet je ook Hedy een keer op de koffie vragen als uw kleindochters er zijn. Ik zal het zeker aankaarten met hun. Maar ik ging ervan uit, omdat mijn schoondochters ook heel erg moderne vrouwen zijn... dat zij dat wel bespreken. En dat is ook iets wat ook heel erg belangrijk is. Dat ouders leren om hun kinderen... met hun te laten praten over alles. Helder. Kunt u vanuit uw Antillianen beraad hier in Capelle nog iets doen? Gaat u hier iets mee doen met dit thema? De moraal onder Antilliaanse jongen? Bij onze activiteiten geven we altijd heel veel informatie. En ik zal zeker bij een van onze activiteiten dit thema aanraken. En we hebben een activiteit Back to School. En ik denk dat dat ook belangrijk is dat we dan dit als een thema... voorlichting overgeven bij Back to School. Dus dat de jongeren, als ze teruggaan naar school... in augustus, september, dat ze dan informatie krijgen. Dank, Claire Romein, so far. We hebben ook Cecilia Adriaanse in de bus, jeugdexpert. Dus jij weet alles. Hè? We kunnen jou alle vragen stellen. Dus de eerste vraag is natuurlijk... waarom doen meisjes dit? Hedy heeft er al iets over aangegeven. Namelijk vanuit de groepsnorm, druk wellicht. Kan jij dat aanvullen?
Ja, ik denk dat ook een van de hoofdredenen is waar meisjes dat doen. Dus gewoon een sterke groepsdruk. Nou, kan het ook zo zijn dat meisjes het thuis niet helemaal lekker hebben. En dat ze inderdaad niet zo goed met hun vader of moeder kunnen praten over bepaalde zaken. Of dat ze niet eens mee zijn met de manier waarop ze opgroeien. Want het gaat nu voornamelijk over Antilliaanse dames. Maar het moeten we even niet vergeten dat het in alle culturen en in alle doelgroepen voorkomt. Of je nou in het Gooi woont of in Rotterdam, in het Oude Westen of in Capelle aan de IJssel. Iedereen is daar kwetsbaar voor. Ja, dat is helder. Maar de feiten wijzen wel uit dat het grootste aantal tienerzwangerschappen is in ieder geval onder de Antilliaanse Surinaamse gemeenschap. En als er incidenten zijn die in ieder geval in de pers komen, is het ook vaak... Behalve dan de briezerseks, briezersletjes. Is dit wel dat gangbangen? En dat is wel echt iets wat een beetje bij deze cultuur lijkt te horen. Nee, ben ik absoluut niet met je eens. En dat is ook absoluut niet het geval. Daar hebben we ook ooit onderzoek naar gedaan. En ik denk dat het ook een beetje naar is om de Antilliaanse doelgroep zo gemeenschap zo neer te zetten. Het komt echt in alle doelgroepen voor. En op het moment dat jij 11, 12, 13 bent, je zit in de puberteit, je bent gewoon kwetsbaar. En je komt gewoon de naling tegen die of een loverboy is, of je zit in een groepsdruk, wat dan ook. Dan kan het gewoon misgaan. Oké, helder. Dus dat is jouw verklaring. Ik heb nog één ding daarbij wat een beetje uit mijn eigen koker komt qua ervaringen. Is dat het ook vaak heel interessant om met de leider van een groep die dan actief is in de buurt om daar seks mee te hebben. Dat dat ook onderdeel is van prestige voor meisjes. Ja, dat kan inderdaad zo zijn. Maar het kan ook zo zijn dat de meisje niet zoveel geld heeft en dat ze denkt van, hé, ik kan het makkelijk 20 euro verdienen. Dus dan ga ik lekker met de hele groep naar bed. Er zijn zoveel verschillende Anders redenen. Anders weet jij dat, mevrouw Hartnagel, is dat ook gebeurd hier in Capelle, dat de meisjes die hierbij betrokken waren ook nog geld voor hebben gekregen? Zover ik uit het stuk heb kunnen halen, is er niet voor betaald. Oké, nou dat zou helemaal heftig zijn. Nou, we gaan kijken naar oplossingen. Want er zijn een tal van problemen. Thuis niet over praten, onvoldoende voorlichting. Dat hiphoppen, dat is een van de ideeën die u hebt. U hebt uiteraard nog veel meer, neem ik aan, toch mevrouw Hartnagel? Of is dit het enige wat u in stelling brengt? Nee, ik ga straks met Hedy praten. Oké, en op school gebeurt er ook iets met voorlichting? We zijn nu aan het kijken van... Want wat mijn buurvrouw zegt... Cecilia, sinds we dat artikel hebben gehad, krijg ik van alle kranten te horen van, maar bij ons speelt dit en heb je daar al aan gedacht? Dus het leeft wel, dat heeft het opgeleverd. En we moeten ook niet braaf zijn, we moeten gewoon nou eens een keertje erkennen dat het er is. En we zullen het niet altijd op kunnen lossen, maar we kunnen wel een poging doen. En dan denk ik ook dat dit programma eraan meewerkt. En ik hoor dat het breder is dan alleen in de Antilliaanse gemeenschap. Ik hoor dat het op de Antillen niet gebeurt, omdat ze daar geloven. Dan denk ik, waar we laten dat geloof dan daar, nemen het dan mee. Dan hebben we dat ook wel opgelost. Maar dat doen we ook. Een groot gedeelte hier die naar de kerk gaat. Maar nu even naar dat hiphoppen. Dat hiphoppen, dat vond, kwam een beetje uit de koken van de Stadsmarinier. Ja, en dat is eigenlijk wel een goed plan. Ja, en het is ook nog steeds een goed plan. Want we noemen het hiphop en het is ook hiphop. En het is om de jongens hiphop te laten gebruiken, maar dan met een positieve tekst. Dus niet alleen maar fuck je hier en fuck je daar, maar ook op een andere manier. Maar is dat dan wel een eis? Ik zou dat dan wel als wet als eis stellen. Dat is een want eis. Ik mag rappen, maar niet fuck you, motherfuck, fuck you. En vrouwen zijn gebruiksvoorwerpen. Nee, maar zal ik eens even zeggen hoe braaf het was. We wilden dat project openen met winkelwagentjes. De eerste rap zou gaan over rondslingende winkelwagentjes. Nou, hoe braaf wil je het hebben? Oh, over maatschappelijke vraagstukken. Het is bijna poëzie. Kijk, nou, dat bedoel ik. Het geluid van de winkelwagen. Ja. Nou, goed. Michiel Gaus van de ChristenUnie zit hier in de oppositie. Dat hiphoppen, wat vindt u ervan? Ja. Met de uitleg van Ans Hartnagel erbij. Het gaat eigenlijk over winkelwagentjes. Ja, nee, wat volgens mij de crux is. Persoonlijk heb ik niet zo heel veel met hiphoppen. En de hele hiphopcultuur, er zit heel veel bling-bling. En de manier waarop vooral vrouwen worden neergezet, dat draagt niet bij aan de oplossing van het probleem. Maar volgens mij, wat men hier geprobeerd heeft, is aansluiting te zoeken bij de groep. En dan kan je wel mij of Ans voor die groep zetten, maar die aansluiting is er dan niet. Dus dat ze iets geprobeerd hebben dat in de buurt zit, zonder die slechte elementen van de hiphop erin. Ik kan dat wel begrijpen en ik waardeer het. Gewoon dat ze zeggen van nou... We proberen in ieder geval We lopen niet geluisterd weg. Hebben we gaan erop naar de jeugd. En we proberen het. Hedy, jij zit nog een beetje in de doelgroep, hè? Want je bent er nog net 22, dus je bent nog een soort van jongere. En denk jij ook dat dit een goed idee is? Aansluiten bij die leefwereld en dan skippen we even met z'n allen dat idee van dat hiphop met die bling-bling en foute rolmodellen en seks. Maar gewoon met dat maatschappelijke engagement zoals Ans Hartnagel dat beschrijft. Is dat een goed idee? Ik vind het een hele goede idee. Want ik denk aan hiphop, denk ik niet aan bling-bling. Ik denk meer aan dansjes en weet je. Dat je kan vrij zijn, je kunt gewoon zingen, rappen. Doe wat je wil.
En jongeren houden van hip-hop. Iedereen houdt van hip-hop. Ik ook. Dan kan je niet dus, even nu spontaan iets verzinnen over dat je ziek wordt als je wellicht te veel seks zonder condoom. En dat je er. Ik kan niet rappen, maar ik vind het echt een hele goede idee. Zou dat iets zijn ook? Jawel. Zou echt dat eerder... daar dan een rap over komt? Klopt. Ja. Okay, gebruik condooms, nog... weet je? Ja. Doe maar wat. Seks niet, weet je? Zoiets. Doe niet mee met je vrienden. Het komt wel. Het kan wel komen. Vind ik een hele goede idee. Dat is eigenlijk wel heel mooi. Dat is al het begin van een song hier gaande. Klopt. Oké, en hoe kunnen we dan ouders nog betrekken? Want dat is natuurlijk ook nog wel een dingetje. Ouders moeten echt bijgetrokken worden. Want je kan het niet alleen doen. Ja, het ligt ook aan het ouders. Want wat wil je voor je kinderen? Wat wil je voor je eigen kind? Je wil alles doen voor je eigen kind. En dan moet je eigenlijk vragen, wat wil je voor je kind bereiken? Wat wil je voor je kind? En dan gaan ze sowieso komen, of niet? Ja, ik hoop het. En dan kan jij ze nog uitnodigen, Claire. Ja, en ik denk ook dat de wijkteams outreachend de ouders moeten benaderen. En hun proberen uit te leggen van hoe ze regels kunnen opleggen aan de kinderen. Wat betreft het gebruik van social media. Als ze buiten spelen, dat ze niet onder invloed komen van de slechte mensen. Eén woord van Ans. Ja, en ik gun ze eigenlijk allemaal ouders. Maar dat is niet zo vanzelfsprekend. Dus ik zou wel iets daarbij willen doen. Dat de jongeren die thuis minder hebben, wat jij ook zegt, dat die ook ergens terecht kunnen. En ik weet nog niet waar. Helder. Daar mag iedereen over meedenken, want absoluut, zo kennen we zeker u. Weet. Dit was 1 op straat. Luister onze uitzending terug op radio1.nl. Maar blijf ook luisteren nu, want zo direct in 2 dingen praat Margreet Rijntjes met CDA-kopstuk Piet Bukman over de politieke week en zijn politieke carrière. Het is 8:30, tijd voor het NOS Journaal met Femke Wolthuis. NPO Radio 1. Voor het eerst in weken is er weer een nieuwe ebola-besmetting in Liberia. Het land hoopte juist dat het voorbij was. De laatste ebola-patiënt werd op 5 maart ontslagen uit het ziekenhuis. Maar om door de Wereldgezondheidsorganisatie ebola vrij te worden verklaard, hadden er na 5 maart 42 dagen lang geen nieuwe gevallen mogen opduiken. In het noorden van Nigeria hebben militairen een massagraf ontdekt met slachtoffers van de islamitische terreurorganisatie Boko Haram. Volgens getuigen liggen er 70 tot 100 lichamen in. Bij veel van hen is de keel doorgesneden. De kersverse minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie zegt dat hij zich verheugt op zijn nieuwe baan. Hij wil de lijn van zijn voorganger Ivo Opstelten voortzetten. Fractieleden in de Kamer hadden eerder vanavond hun vraagtekens bij Van der Steur. Ze zijn bang dat hij te weinig ervaring heeft. Maar volgens premier Rutte hoeven ze zich geen zorgen te maken. En de missie om resten van slachtoffers van rampvlucht MH17 te vinden gaat in april verder. Het hoofd van de missie, Pieter-Jaap Aalbersberg, hoopt dat de situatie rond de rampplek dan veilig genoeg is. Garanties kan hij niet geven. En ook het weer kan nog roet in het eten gooien, zegt hij. Dat waren de hoofdpunten. NPO Radio 1. Max. Dan kom je tot 2 dingen. Dan blijken 2 dingen. Er zijn 2 dingen. 2 dingen. Met Margreet Rijntjes. Goedenavond. Deze vrijdagavond is CDA-corrivé Piet Bukman mijn gast. In de jaren 80 en 90 was hij minister en ook staatssecretaris van diverse departementen. En daarna is hij voorzitter van de Tweede Kamer geweest. Hoe heeft hij nou deze politieke week ervaren, waarin zijn partij, het CDA dus, weer in de lift een bleetje blijkt te zijn? Meneer Bukman, goedenavond. Inmiddels de 80 gepasseerd. Wij liepen naar boven, we zitten in Den Haag. Het gaat over mij, hè? Niet over het CDA. Nee, het gaat over u. Ja. Zeker. En u zei, ja, ik kom hier nog wel 2 keer per week. Ja, ja, ik heb regelmatig contacten hier in het parlement en met mensen uit de politieke wereld. Dus. Ja, en wat voor soort contacten zijn dat dan? Contacten met fractieleden, met medewerkers. Er is geen lijn in, want het zijn specifiek die of die. Het zijn algemene contacten die ik zo regelmatig heb. Omdat u het fijn vindt om zich toch nog te bemoeien eigenlijk met het te bemoeien, kennis te nemen van. Dat is even iets anders. Hè? Maar kennis te nemen of toch ook te zeggen als je ergens van kennis neemt, dan zeg je ook als oud-politicus graag wat je ervan vindt. Ja, zo heb je gauw interessante gesprekken hier in huis. Ja, en zijn dat vooral ook op landbouwgebied? Ook. Maar niet alleen hoor, want landbouw is politiek een minder belangrijke rol gaan spelen vergeleken met de tijd dat ik zelf landbouwman was. Zeker. Dus, maar het kan ook justitie zijn of iets anders? Het kan justitie zijn, het kan de algemene lijn zijn, het kan de toekomst van de partij zijn, het kan het verleden van de partij zijn, het kan van alles en nog wat.